Beste luisteraar, welkom op de Salamander in Amsterdam, waar ik u een uurtje mee ga nemen in mooie orgelmuziek. Orgelmuziek vooral van Nederlandse bodem. Bekende liederen, bekende gezangen, een aantal psalmen. Ik ga twee uitstapjes maken. Eén keer Bach, één keer Rinker. Nou, u gaat het vanzelf horen. Het is een heel rustig programma. Het is echt een avondprogramma. Een oudejaarsavondprogramma. Ik speel dit voornamelijk voor de gemeenteleden die thuis zijn, die veel thuis zijn, die veel alleen zijn. En voor wie toch wel deze dagen lange dagen zijn. Dus ik hoop dat u hiermee een uurtje, nou ja, wat afleiding vindt. En vandaar dat ik voornamelijk hele bekende muziek speel. Nou, oudejaarsavond. Misschien kijkt u hem een dag eerder, misschien een dag later. Maar in ieder geval de week voor oud en nieuw. Ja, wat past er dan? Uren, dagen, maanden, jaren. Ik ga een bewerking spelen van Jan Zwart. Dat is nog wel een leuke anekdote. Een jaar of 10 geleden, denk ik. Misschien nog iets langer. Ik denk zelfs iets langer. Toen ik hier nog niet zo lang organist was in de grote kerk, had ik hem driftig ingestuurd voor oudersavond. En onze toenmalige predikant, dominee Hoek, zei in zijn preek iets over dit lied, dat er een bepaald vers niet helemaal bijbelgetrouw is. Ja, ik durfde natuurlijk niet meer te spelen na de dienst. Ik heb toen maar wat anders gespeeld. Ik heb later nog eens met hem over gehad. Ja, zegt hij, je had hem natuurlijk best kunnen spelen, want het was maar één bepaald dingetje in een bepaald vers. Dus ik heb nu toch maar de vrijmoedigheid om hem voor u te gaan spelen. Thank you.
Ja, uren, dagen, maanden, jaren van Jan Zwart en bewerking. U hoorde het orgel uit de Domkerk van Utrecht. Nou, dat mag enige uitleg voor gegeven worden. Hoe steekt dat in elkaar? Eigenlijk, wat heb ik hier voor een orgel? Uiteindelijk is het een computerorgel, om het dan zomaar te zeggen. Er zijn diverse orgels in Nederland, maar ook daarbuiten, die zijn opgenomen en samengezet in een programma, samengevoegd in een programma. En als ik dan ga spelen, dan komen die opgenomen klanken weer tot leven in mijn orgel. Nou, hoe gaat dat dan? Ik heb me laten vertellen door iemand en dat ze nachtenlang bezig zijn. Ja, uiteindelijk één stemmetje, voorstemmetje. Dus daar gaan we. Nou, en als we dan de hele rij toetsen gehad hebben, dan komt het volgende register. Van begin af aan, weer helemaal opnemen. En dan doen ze dichtbij opnemen en ver weg opnemen. Nou, en dat maakt toch best wel dat het een hele natuurgetrouwe klank geeft. De Domkerk van Utrecht. Ik ga nog een bewerking daar op spelen. En dat is Stilte over alle landen van Klaasje Mulder. Klaasje Mulder heeft veel improvisaties gespeeld en dat waren veelal eenvoudig herkenbare melodieën. Nou, u gaat het horen. Dit is een van die bewerkingen. Heel eenvoudig, maar heel herkenbaar. Neurt u gewoon rustig met u mee. Stilte over alle landen van Klaasje Mulder. Bij oudjaar hoort toch ook eigenlijk alvast een beetje nieuwjaar. Vooruitkijken naar het komende jaar. Als laatste in Utrecht, zullen we maar zeggen dat we nog in Utrecht zijn.
Als laatste ga ik nu spelen wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren Rand. Het is een bewerking van Feike Asma, voor u ongetwijfeld wel bekend in diverse koraalbewerkingen. En ook dit is weer zo'n bewerking waar je typisch zometeen het Hollandse duo gaat horen. De fluit 8, de fluit 4 en dan een hazard 3 voet met een tremolant. En dan als uitkomende stem doe ik er net heel duidelijk die melodie die aan het eind komt. Dus eerst een korte inleiding waar je het motief hoort van wat de toekomst brengen mogen. Met steeds een regel ertussendoor. En daarna eigenlijk noem het een soort tussenspelletje. En dan een koraal waar je dus heel duidelijk met de cornet de melodie gaat horen. Het laatste nummer vanuit Utrecht.
Het laatste nummer vanuit Utrecht, wat de toekomst brengt mogen. We gaan eigenlijk op reis. Waar gaan we heen? We gaan wat dichter naar huis en we komen uit in de Grote Kerk van Dordrecht. Nou, Grote Kerk van Dordrecht, voor velen van u bekend. U zult er ongetwijfeld zijn geweest. En in de Grote Kerk van Dordrecht staan twee orgels. Er is iets nieuws mee. Niet met die orgels zozeer, maar wel met het orgel hier. Voorheen was alles wat op een computer eigenlijk draaide als orgel, heette houtwerk. Sinds kort is Noordlander met een nieuw systeem gekomen, dat heet Swelink. Ik zal u voor de rest de details besparen. Maar zij zijn heel vriendelijk om een aantal maanden gratis de mogelijkheid te geven om dit uit te proberen. In de hoop natuurlijk dat we het zo mooi vinden dat al die orgelliefhebbers dat programma op een gegeven moment gaan kopen. Maar het geeft mij nu de gelegenheid om een paar stukjes in de Grote Kerk van Dordrecht voor u te spelen. Er staan twee orgels, zei ik al. Zoals je weet, het grote Kamorgel, zo heette de bouwer, Kam, wat dan onder de toren zo tegen de wand oprijst. En in het Mariakoor, daar staat een koororgel, een wat kleiner orgel. Het is wit, u zult zometeen wel de foto's voorbij zien komen. En dat is het zogenaamde Bachorgel. De initiatiefnemers van dat orgel, die hebben gepoogd om een orgel te bouwen uit de tijd van Bach. Nou, wat ga je daar natuurlijk op spelen? Bach. Ik heb nu toch stiekem voor iets anders gekozen. Eigenlijk, ook met een knipoog, ik denk dat het er nooit op gespeeld wordt, daarom ga ik het nu doen. Psalm 79 van Feike Asma. Nog een keer, Feike Asma. Psalm 79, een psalm die wij altijd op oudersavond in de Grote Kerk van Amsterdam zingen. Al jarenlang de gewoonte heb ik me laten vertellen. In ieder geval de tijd van dominee Veldhuizen al, misschien ook al eerder. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar daarom heb ik deze psalm ook uitgekozen om voor u te gaan spelen. Psalm 79 van Feike Asma op het Bachorgel. Thank you.
Ja, het Bach-orgel van Dordrecht. Wat kan je er nog meer op spelen? Nou, ik heb nog zo'n stuk opgezocht. Een stuk uit mijn kinderjaren. Niet dat ik dat toen al speelde, maar wel waar ik goede herinneringen aan heb. Als jongen van 11, 12 gingen we op vakantie in Elburg en op donderdag zouden wij kampen gaan bezoeken. Nou, sommigen van u kennen de Bovenkerk en onlosmakelijk hoorde daar toen de naam van Willem Hendrik Zwart bij. Wij wisten dat helemaal niet, maar tijdens de kampers uitdagen speelde Willem Hendrik Zwart altijd ieder uur een kwartiertje op het orgel. Maar het feest is nog niet compleet voor, nou ja, zo'n jongen van 11, 12 jaar. Want ik kwam daar aan samen met mijn vader en moeder en ook mijn broer. En ja, daar zat de organist in de consistorie. En dan is de vraag snel gesteld. Meneer Zwart, zou ik met u mee naar boven mogen? Ach jongen, kom jij maar mee. Dus, nou ja, ik in zijn kielzog mee naar boven naar dat grote orgel in Kampen. 4 klavieren, dus 4 rijen toetsen. Helemaal vol met registerknoppen daarnaast. Ik keek natuurlijk mijn ogen uit. Hij zette het orgel aan, trok een aantal registers open, zette een akkoord neer en draaide zich om en zei: zo, nou weten ze dat we boven zijn. En dat woordje we, ja, dat gaf iets samenhorigs. Ja, hij ging een kwartier spelen en wij stonden op zijn vingers te kijken. Zo'n ervaring, ja, dat vergeet je leven nooit meer als orgelliefhebber. In die tijd, ja, toen cd's eigenlijk nog gemeengoed waren, dan spaarde je voor, nou ja, weer een nieuwe cd of je vroeg er een voor je verjaardag. En ja, na zo'n ervaring, u raadt het al, ik verzamelde heel veel cd's van Willem Hendrik Zwart. En op een van die cd's uit de Oude Kerk van Amsterdam speelt hij de avondzang. Bij ons bekend als gezang 12 achter de psalmen. Die ga ik nu voor u spelen. Op het Bach-orgel, ja, eigenlijk past dat natuurlijk helemaal niet. Maar toch, misschien zult u wel versteld staan hoe mooi het hier klinkt.
Een hele mooie, verstillende bewerking om nog even over na te denken. Maar ja, het Bach-orgel zonder Bach, dat kan ik natuurlijk niet maken. Maar ik wil ook een programma spelen wat voor u herkenbaar is. Dus ik heb een Bach-werk opgezocht over voor ons het bekende Gebed des Heren, Vater Unser in Himmelreich. Ik ga dat ook wel spelen, ik denk zoals het moet. Het zal ineens wat minder romantisch zijn, met alleen maar de restant van het hoofdwerk van het orgel. Dat zal ineens een hele ander klankidioom zijn, maar toch ook voor u herkenbaar als het Gebed des Heren. En daarmee besluiten we de orgelstukjes op het Bach-orgel in de Grote Kerk van Dordrecht. We gaan nu als het ware naar boven, naar het grote kamorgel. Een heel ander klankidioom. 1859, dat is het bouwjaar. Nu zitten er wel oudere pijpen in, dus ook oudere muziek klinkt er prachtig. Maar u zult horen, het is toch ineens heel iets anders. Ik begin daar met een bewerking van psalm 4, een van mijn lievelingspsalmen. Een psalm waar de dichter zingt hoe goed het is om de Heere te dienen. Dat het beter is dan al het aardse geluk. Het is ook een avondpsalm. Daarom heb ik hem ook gekozen voor dit mini-concertje. Het eindigt in de beden en in de geruststelling. Dat ik rustig kan gaan neerliggen en dat de Heere over me zal waken deze nacht. Nou, de psalmenwerking die ik daarover ga spelen van Dick Sanderman, ja, daar ga je dit in horen. Een hele rustige bewerking. De akkoorden die stapelen zich heel rustig op. En ineens komt daar de melodie doorheen en aan het eind nog een keer de melodie in zijn geheel. Thank you.
Het volgende stuk wat ik voor u ga spelen is een stuk wat niet gebaseerd is op een koraalmelodie. Een vrij orgelwerk heet dat. Eigenlijk past het niet helemaal thuis in dit programmaatje. Ik vind het zo'n mooi stuk dat ik het toch voor u ga spelen. Melodia van Max Reker. Mijn orgelleraar zei een keer op concerto speelde hij hem ook. Het is eigenlijk als iemand die zit te mijmeren. Die zit terug te denken. Wat hij heeft beleefd. Of wat hij heeft gedaan. Of wat hij misschien wel niet had moeten doen. Ga gewoon ook zo eens mijmeren tijdens het luisteren naar dit stuk. Laat het gewoon over u heen komen.
Ja, Max Reker. Hele expressieve muziek. Je moet het kunnen volgen, willen volgen. Er is rustig voor gaan zitten. Luister ook eens aan grote koraalbewerkingen waar heel erg op de tekst wordt ingespeeld. Goed, je moet er naar leren luisteren. Ik heb er ook jaren over gedaan. Maar deze wilde ik u niet onthouden. Het volgende stuk wat ik voor u ga spelen is Blijf bij mij heer van Jan Zwart. Een hele bekende bewerking. Ik heb hem ooit wel eens een keer in 2011 opgenomen op de cd Tot u komt al wat leeft na de restauratie van ons orgel. Dus voor sommige mensen zal het een bekend werk zijn. Nu speel ik hem ook weer op het Kamorgel in Dordrecht. Ja, daar klinkt hij natuurlijk in heel die grote ruimte. Komt hij natuurlijk prachtig tot zijn recht. Ja, Jan Zwart. Diverse invloeden. Soms dan denk ik van het vierde deel, dat lijkt wel een beetje op Reker. Dan komt ook weer zo'n tongwerkje, zoals ik dat er net gebruikte, een dulciaan. Dat heet in vaktermen een tongwerk, net zoals een trompet, omdat er in die pijpen kleine tongetjes zitten. En dan hoor je ook dat expressieve voorbij komen. Aan de andere kant, in eerdere bewerkingen van Blijf met mij heer, gebruikt hij ook weer veel klassiekere vormen. Dus Jan Zwart was ook heel breed en geïnspireerd door allerlei componisten voor hem.
Dat was alweer de laatste uit Dordrecht. We gaan nog één kerk verder. We gaan naar Rotterdam, naar de Lauwerskerk. In de Lauwerskerk staat een orgel uit 1973. Nog even en het is 50 jaar oud. Het orgel in de Lauwerskerk is eigenlijk wel een bijzonder orgel. Het is een orgel waar de orgelbouwers gepoogd hebben om heel veel stijlen bij elkaar in één orgel te brengen. Nu zijn er de meningen over verdeeld of dat altijd is gelukt of niet. Maar goed, het is wel een feit dat je er heel veel muziek kwijt kan. Ik kies ervoor, in het kader van dit oudjaarconcert, om drie werkjes van Klaasje Mulder te spelen. Alle drie heeft Klaasje Mulder ze daar zelf opgenomen op cd. Het zijn ook geen werken die speciaal geschreven zijn door Klaasje Mulder. Nee, het zijn improvisaties. Ik had het er net al over. En improvisaties, dat zijn ja, spontane orgelwerken, om het zo maar eens te zeggen. De organist gaat zitten. Soms heeft hij van tevoren een thema bedacht. Soms ook niet. En gaat spelen. Ja, en dan hangt het van het moment af. Nou, Klaasje Mulder heeft deze bewerkingen nooit meer zelf op papier gezet. Dat heeft Marco de Toom gedaan. En die heeft ze uitgegeven. Ik ga drie van die bewerkingen spelen. De eerste die ik ga spelen is nog een keer Blijf bij mij hier. Alleen dan in een totaal ander klankidioom. Veel romantischer eigenlijk nog. Veel rustiger. De melodie komt twee keer voorbij. Zoals Klaasje Mulder dat zo mooi kon. Mooie harmonisaties ook. Het tweede werk wat ik ga spelen, ik speel ze nu achter elkaar, is Wie maar de goede God laat zorgen. Dan is het eigenlijk ook alweer een beetje nieuwjaar, waar we naar uit mogen kijken. En dan mogen we vragen of het God ook het komende jaar voor ons wil zorgen. En het laatste stuk, daar kom ik zo nog een keer voorbij u terug.
Ja, en dan ga ik alweer het laatste nummer voor u spelen. En dat is, zoals al eerder gezegd, ook een bewerking van Klaas-Jan Mulder over het lied Wanneer de schemer valt. Het is een bekende melodie van een Ierse volkssong, dus u kent hem misschien nog wel van Padvinderstijd of wat dan ook. Maar daar is ook hier in Nederland een mooie tekst opgeschreven. Een avondtekst. Ik ga hem u voorlezen, zodat u weet waar het over gaat. Wanneer de schemer valt over de landen, de avondwind de mensen koelte geeft, gaan aan de hemel 1000 lichten branden en daalt rust in het hart van al wat leeft. Daarboven al die gloeiende sterrenogen houdt God zijn oog op het nietig al gericht. Hij waakt van boven het spansel in de hoge en wist de hete traan af van het droef gezicht. Zo mag ik altijd rusten in mijn herder. Al dreigt de nacht des doods, al woedt het vuur, al duisteren tranen het oog, al moet ik verder tot aan het lang gevreesde sterrensuur. Heer, laat wanneer het zwart voorgoed gaat dalen, uw ster mij toch verlichten in die nacht, opdat ik u zie en eeuwig mag herhalen, mijn licht, mijn heil, mijn leven en mijn enige kracht. Voordat ik dit lied ga spelen, wil ik u bedanken voor het kijken. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Ik hoop ook dat u een fijn uurtje hebt gehad. Dat u, mocht u alleen zijn, toch uw eigen iets minder alleen hebt gevoeld. Ik wens u alvast een goede jaarwisseling en een gezegend 2022.